Gwen Duisters, we zijn hier in Zonhoven. Genk speelde vandaag tegen PSV, de Luc Nelis Cup. Hoe is het gelopen? Ik denk dat we op basis van de eerste helft een zeer goede wedstrijd hebben gespeeld. De tweede helft iets minder, maar nog steeds goed. De wedstrijd komt vroeg, maar ik vind wel dat we zeker niet ondergelegen hebben. De uitslag is een beetje overdreven, maar het ging wel goed. Ik ben tevreden over de wedstrijd. Mm-hmm. Jij bent nieuw bij KRC Genk Ladies is het ondertussen. Je komt van Lowell. Hele aanpassing? Ja, toch wel een heel niveauverschil. Maar de overstap is eigenlijk heel goed gebeurd. Ik ben blij dat ik de stap heb gezet. En ik ben een heel fijne en heel goede ploeg terechtgekomen. Dus hopelijk gaan de resultaten goed zijn dit seizoen. Krijg ik genoeg speelkansen en het komt wel allemaal in orde. Ja, de verwachtingen zijn wel hoog, hè, bij jullie? Ja, inderdaad, dat klopt. Maar ik denk dat we met de capaciteiten die we hebben in deze ploeg dat zeker kunnen halen ook. Ik geloof er wel in voor dit seizoen, dus ook dat komt in orde. Ja. Je bent recent ook naar het Boudewijnstadion geweest, concert, Beyoncé, hoe was dat? Inderdaad, dat was eigenlijk heel goed. Ik wou Beyoncé toch eens live gezien hebben, maar ik ben met een heel goed gevoel naar huis gegaan. dat was echt geweldig eigenlijk. Iets anders dan Eden Hazard en Kevin De Bruyne, hè, in het Boudewijnstadion? Ja, dat klopt, dat mag wel eens als ontspanning, hè, tussen de voetbaltrainingen door. Ja. Dus dat was echt goed. Ja. Dan, jullie hebben bij Genk zijn ook nog andere meisjes die nieuw zijn. Lien Mermans, Silke Kaleeuw, Silke Leijnen. Jullie zijn in feite, wordt dat moeilijk om in die ploeg jullie aan te passen of zo? Nee, we hebben echt een heel goede ploegsfeer. Die is er direct vanaf de eerste training was hier ook nu. Je ziet dat we echt aan elkaar trekken. De nieuwkomers worden er meteen bij in de ploeg genomen. Ook de jonkies worden erbij betrokken en zo. Het is echt, er wordt geen onderscheid gemaakt. Iedereen wordt in de ploeg inbegrepen. Ja. Dus dat is heel goed, ja. Er zal wel veel concurrentie zijn, hè? Er is inderdaad heel veel concurrentie, maar dat is des te beter. Kan ik me beter ontwikkelen? Zal ik harder werken om een kans te krijgen natuurlijk? Oké, dankjewel. Veel succes. Dat is graag gedaan. Dankjewel.